Hallo lieve mensjes, ik heb heel deze zelfgemaakte zak vol met dingen gestopt die ik in Dublin heb gekocht. En die ga ik die allemaal laten zien aan jullie. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel gekocht in Dublin, al bewijst deze zak misschien het tegendeel. Maar het zit gewoon heel grote dingen in. Zoals dit nekkussen. Dit is echt het beste ooit. Deze heb ik voor 6 euro gekocht in de Primark in Dublin. Ook kocht ik deze pastel highlighter pens. Deze vond ik echt super leuk. En waren in een winkel te koop waar dat alles maar 1,50 euro kostte. Dus deze set kostte 1,50 euro. Ook heb ik in de Primark deze paraplu gekocht. Dit is een Hogwarts paraplu. Het Hogwarts logo staat erop. Hedwig staat erop. Dit beestje waarvan ik de naam vergeten ben staat er ook op. Ik vind het echt gewoon heel erg leuk. En super praktisch ook gewoon. Ook kocht ik deze notitieboekjes. Ik zet er hier 3 in. Ik ga ze anders even openmaken. Voor een setje van 3 was het 2,50 euro. Kijk, oh my god, die achterkant. Dit is de voorkant en dit is de achterkant. Zo mooi. Misschien vind ik de achterkant nu wel echt nog mooier dan de voorkant. En binnenin is het met lijntjes. En ook het personage staat er nog eens in. Zo ziet het notitieboekje binnenin uit. En hier zit er de sombere door van binnen. Hier staat Hermione van binnen. En hier staat Harry uiteraard van binnen. En ik vind ze echt super, super cute. Ook kocht ik deze potjes. Dit zijn skincare travel potjes. En deze waren 2 euro. Allemaal doorzichtig. En zoals je kunt zien van verschillende groottes. Ik kocht dit boek. Tea is for Tree. Ik ben hem beginnen lezen, maar ik ben nog lang niet aan het einde. Ik zat aan pagina 12 of zo. Dit boek kocht ik voor 5 euro. Het was ook een winkel met allemaal boeken voor 5 euro. Dus dat was wel chill. Ik heb verschillende truien gekocht in de Primark. Zoals deze. Hoe noem je dit kleur? Groenachtig. Allemaal redelijk warme truien. Deze was 6 euro. Ook kocht ik deze streepjes trui, omdat ik dol ben op streepjes. Deze was ook 6 euro. Deze was 8 euro en is echt zo'n hoodie. En er staat Dreamers op. Ook een zwarte hoodie voor 8 euro. Het is zo'n warme trui voor in de winter. En deze hoodie. Nee, geen hoodie. En hier staat er feminist op. En was 6 euro als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. En ik kocht nog één iets. En dit is dit Hufflepuff notitieblok. Deze was 3,50 euro. Het is een spiraalschrift. Geen A4, maar een A5 denk ik. En dat vind ik nu wel niet ideaal, dat dat erop staat. Maar ik vind het ook niet zo erg. Het logo en HP in de hoek. En hier staat er omgekeerd op. Ja, omgekeerd. Property of Hogwarts School. Ja, en hier staat het dan wel juist erop. Aan deze kant. Raar. En van achter staat er Hogwarts. En Hufflepuff. En dit was alweer alles die ik kocht in Dublin. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!